Urk, een vissersdorpje in Nederland, staan een reuze standbeeld van een vrouw wat tier oor die see. Haar rok en haar haren in die wind teruggewaai, vol verwachting oor die komst van haar man. Een aangrijpende beeld oor die verwachting van die mens. Elke mens heeft verwachting. Iemand zonder verwachting gaan dood, en een volk zonder verwachting hoop bestaan. Maar achter verwachting lê geloof. Geloof dat daar iemand zal wees. Iemand wat voor jou zal zorgen, jou in die noodheid zal helpen. Iemand wat jou bijstaan. Een groter mag. God. En ons verwacht dat God ons daar voor ons vol zal maken. Want zonder hom kan ons niet leven. Nie. En daarover schrijft Paulus aan die Romeinen. Ons verheug ons in die zwaar kry. Want ons weet, zwaar kry kweek volharding. Volharding kweek echtheid van geloof. Echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Mag jy dit so ervaar, dat al elke dag die zorg van die Heere beleef word. Vir jou, waar jy ook al gaan, sy genade vir jou goed sal wees.